Hier, is dit hem? Hier zit hij zo in. Ja, ik erdoor. Rijden. Ja, daar zit hij in. Ik hoorde hem praten. Oh, huh? Wat de heck? Iedereen is verkleed. Nee, aan de kant. Rennen, jongens. Rennen. Ze zijn allemaal verkleed. Dat is dit top. Oké, hallo. Wie hebben we hier? Hallo, ja, daar zijn we. Daar zijn we. Max Walnut is er vandaag bij, hoor. Ja, jij gaat proberen dus te ontsnappen, of niet? Nou, proberen, dat gaat gewoon gebeuren. Oké, dat gaat gewoon gebeuren. Nou, daar gaan we zo meteen achterkomen. Maar eerst, even heel snel. Je krijgt zo meteen 30 minuten, de tijd om te ontsnappen. En je krijgt zo meteen een 5 minuten voorsprong. Alleen, er is één probleempje. Je hebt zo meteen in je kleding, krijg je een GPS-trekker. En die stuurt om de 5 minuten de coördinaten naar mij toe. En dan weet ik waar jij bent. En dan gaan we kijken wie jou gaat pakken. Ga ik jou pakken? Of blijf jij uit mijn buurt binnen de, of na de 30 minuten, zeg maar. Dus dat gaan we allemaal zien. Ik ben heel erg benieuwd. En voor de rest, nog één dingetje. Je mag maar 5 minuten in één voertuig. Dus daar moet je even om denken. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij gaat ontsnappen. Maar ik weet het antwoord natuurlijk al, hè. Ik ga jou natuurlijk gewoon pakken. Dacht het niet. Nou goed, laten we meteen beginnen. Ik ga je in de cel stoppen, maat. Ja. De tijd gaat in. Kom maar. Go, let's go. Je weet niet hoe voorbereid ik ben, hè? Nee. Je weet ook niet hoe voorbereid ik ben. Nee. Ja, kom maar mee. Kijk. Nou, ik wens je veel succes, jongen. Yes, dankjewel. Later. Tot straks. Jongens, ik ben al veel te vaak ontsnapt voor de politie. Dit gaat veel te makkelijk afkomen. Kijk, daar staat hij, hoor. Daar staat hij. Ja. En gassen. Hoppakee. Waar moet je heen? Doe maar het vliegveld. Vliegveld? Oké, dan moet ik top. Wacht, ik vraag wel even aan iemand of je iets kan regelen voor je. Kijk, dit is top. Dit is zo goed. Het gaat goed geregeld zijn. Dit gaat helemaal goed komen. Kan iemand eventjes een vliegtuig regelen of iets? Staat bij de PC-raad. Oh, daar ben ik nu letterlijk. Even kijken. Oh, dit is zo. Oeh, kijk eens aan. Ja, volgens mij zou er iets in het water moeten liggen, denk ik dan. Ja, die 5 minuten voorsprong, daar gaat hij de fout in. Daar gaat hij de fout in. Precies. Daar gaat hij echt de fout in. Wordt ideaal benut van gemaakt. Hé, maar kijk. Ik zie hier geen... Oh, het is een watervliegtuig. Oké. Ja, top. Nou, dit was mijn eerste lift al in. Ja, wacht. Ik heb nog wat voor je. Misschien dat het van pas kan komen. Kijk. Parachute. Weet je, ik heb al een tijd, joh. Die 5 minuten voorsprong, die heb ik niet eens nodig, joh. Ik heb ook mijn vliegbuffet. Ik weet niet of je moet vliegen. Jij gaat vliegen, of? Ja, dat kan. Dat vind ik wel eng. Nee, prima, kom, we gaan. Oké, top. Ja, we gaan het vliegtuig in. Oh, mijn deze. Hoe heb je dit kunnen regelen? Ja, dat waarschijnlijk had een kennis die vliegt vaak. Die hebben we klaarstaan. Gaan we. Hoppakee. Hier. Maar. Riempjes vast. Wacht, kunnen we de auto beter niet het water inrijden? Bewijs. Bewijs vernietigen. We hebben toch nog tijd. Even achteruit. Dat gaat niet heel snel. Maar we komen er wel. Ja, wacht, dat doe ik wel. Ja, is goed. Pas op voor de propeller, dat je niet daarin komt. Hier, jongens, we vernietigen het bewijs. Geen bewijs dat ik hier ben geweest. Bewijs is vernietigd, hoor. Maak je geen zorgen. Kijk, we kunnen. Kijk, daar gaan we. Ik zal eens even vragen. Ik ben naar het noorden toe gaan. We hebben een heel klein vliegveldje. Ja, daar kan je landen. Ja, daar kan ik volgens mij wel landen met dat ding. We kunnen ook een boot regelen. En dan gewoon even. Kan ik even parachuteren in de boot? Ik ga wel even vragen in mijn porto of iemand een boot toevallig heeft. Kan iemand een boot regelen? Hij wil met de parachute gaan landen op een boot of zo. Ik weet niet of iemand een boot ter beschikking heeft. We moeten echt out of the box, jongens. Out of the box. Ik ga het even vragen. Waar wil jij met die boot heen? Of waar wil je landen met de parachute? Hallo? Oh, sorry. Dat tegen mij. nog een keer. Waar wil je landen met de parachute op de boot? Maakt niet uit. Ergens. Doe maar wel waar ik er makkelijk ook af kan. Dus misschien ergens bij de haven in dat gebied. Ik heb wel een idee. Jij hebt een idee, toch? Kunnen jullie naar die vuurtoren komen in het noorden? Dat we daar landen. Oh, my days. Dat hij daar landt. Die vuurtoren rechts. En daarmee terug naar de stad. Sturen we daar mijn locatie? Ja, top. Wij zijn onderweg. Dan gaan we mijn locatie sturen als ze bij die vuurtoren zijn. En denkt hij, waarom is hij al helemaal daar? En dan gaan we gewoon weer terug richting de stad. Ja, dat is goed. Moeten we wel een aanmeerpunt hebben? Ja. Ik kan landen als het goed is. Of tenminste, ja. Oh, jij moet een aanmeerpunt hebben natuurlijk, ja. Ja, zometeen. Misschien dat ze je naar de normale haven kunnen brengen. Gewoon weer in helemaal onderin. Ja, tuurlijk. En daarna heb ik ook wel een plannetje. Kijk, dat is top. Ik heb een idee. Als jij mij nou afzet daar, boven, dan vlieg jij gelijk terug voor afleiding boven de stad. Denkt hij misschien dat ik nog steeds in het vliegtuig zit? Ja, dat gaan we doen. Dat is heel veel plan. Misschien dat hij dan wel achter mij aangaat in plaats van juist, naar jouw exact, locatie. Exact. Ja, dat is een goeie. Dus dan spring ik er gewoon uit en dan stuur ik mijn locatie. Er staat iemand klaar met een boot nu als het goed is. Bij de vuurtoren. Ja, okay. Dus het moet helemaal goed komen. Stuur maar de coördinaten. Oké, komt ie. Coördinaten worden nu verstuurd. Hoppakee. Even kijken. Dan moet dat zo meteen hier ergens links zijn. En dan zou ik zeggen, succes met eruit springen zo meteen. Ja, ik kan je iets hoger vliegen. Ja, hoger. Ja. Ietsjes, dankjewel. Als het goed is moet het hier ergens zijn zo meteen, dacht ik. Of niet? Ze weten volgens mij wel dat je nu boven de bergen bent. Dus misschien dat hij al denkt dat je in een vliegtuig zit. Ja, dat kan inderdaad. Dat is een goeie. Ja, we zijn er al bijna. Hier moet het zijn zo meteen. Ja, als je ietsjes hoger kan, dan heb ik
iets meer tijd om te landen. Kijk. Is het hoog genoeg? Ja, dit is hoog genoeg. Dit is top. Toppie. En is hier een boot, hè, waar ik in kan landen, of niet? Ja, als goed moet hier ergens een boot zijn. Die moet hier ergens bij de vuurtoren liggen. Nog iets hoger? Ja, ik zie hem. Ik zie hem daar links. Ja, top. Nou, succes. Dankjewel. Ja, Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Oké, de 5 minuten voorsprong is voorbij. En ik ga zo snel mogelijk naar zijn laatste locatie toe. En we gaan natuurlijk gewoon even sirenes aandoen. Want we willen hem natuurlijk pakken. Max Walnut, mensen. We gaan hem proberen te pakken. En knal natuurlijk even zeker op het blauw duimpje hoog. En vergeet even zeker niet even te abonneren op het YouTube-kanaal. Abonneren is namelijk gratis. En heel veel mensen van jullie zijn namelijk nog steeds niet geabonneerd. Dus ik zou zeggen, waar wacht je op? Abonneer. Daar is de boot. Daar rechts. We gaan erin landen. Oké, dit gaat Mission Impossible, jongens. Hallo! Hoppakee, let's go. En we gaan zo snel mogelijk met deze politie-Audi richting de bergen toe, volgens mij. Tenminste, het is in ieder geval die kant op. Ik ben heel erg benieuwd wat voor plan hij heeft. En we spelen vandaag in Driedorp. En Driedorp is een roleplay-server in GTA 5. En ik speel hier wel vaker op. En al wil jij met mij gaan spelen hier in GTA 5 in roleplay, ik zou zeggen, join dan even zeker even deze server Driedorp. Alle linkjes staan in de beschrijving van Driedorp, al wil je joinen. Yes, let's go, instant. Oké, terug richting de haven van de normale stad. En vanaf daar wil ik gewoon een beetje onder zijn neus blijven. Dus richting het politiebureau zelfs. Ik kan misschien ook wel een lift voor je gaan regelen, dat je daar klaar staat. Yes, kan je gelijk inderdaad een lift regelen. En dan kunnen we daarmee, dan regel ik de rest zo met hem. Oké, we gaan zo snel mogelijk met deze politie-Audi. We rijden gewoon 313 km per uur. En we gaan gewoon richting Sandy toe. Ik ben heel erg benieuwd wat voor plan hij heeft. Maar goed, we rijden zo snel mogelijk. Oh, er is hier een checkpoint. Oh, hier moet ik wel even goed doorheen rijden. Oeh, dit is even spannend. Hier, bam, open. Ik heb geen tijd te verliezen. Ik moet hem zo snel mogelijk pakken natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat lukken. Want het is natuurlijk heel erg lastig als hij heel veel hulpjes heeft. Ik ben natuurlijk maar in mijn eentje, dus dit wordt echt heel erg lastig. Maar we gaan de sirene uitdoen, want ja, hij is hier ergens in de bergen. Maar hoe kom ik hier in vredesnaam in de bergen? Ik heb natuurlijk wel alleen maar een politie-Audi. Dit is dus wel even lastig. Normaal gesproken mag je eigenlijk hier niet oprijden, maar ik ga het toch wel stiekem doen, weet je. Alles om hem te pakken. Heel rustig, heel rustig, heel rustig. Oh, beter glip ik trouwens niet weg. Oké, dit is echt de stijl. Oké, ik moet hier gaan lopen, denk ik. Oké, gordel af. Oké. Zijn coördinaten zeggen dat hij letterlijk hier is. Maar dat is hier verderop. Oké, ik ben heel erg benieuwd. We gaan er gewoon naartoe rennen. Oh, dit is echt zo stijl. Ik kan hier niet bijna oprennen, man. Ik kan hier niet eens bijna oprennen. Ik ben heel erg benieuwd wat zijn plan is. Echt waar. Waarom in vredesnaam zit hij in dit gebergte? Waarom zit hij hier in de bergen, in de heuvels? En ik zie nog niemand, hè? Ik zie letterlijk nog niemand. Ik zie echt nog niemand. Dit is echt alsof ik gewoon een beetje word gefopt of zo. Dat het een zieke prank is of zo. Maar ja, we komen er maar op één manier achter. Ik ben echt heel erg benieuwd. De coördinaten zijn hier, maar ik zie niemand. Oh nee, dit meen je niet. Dit meen je toch niet? Is hij niet hier? Hij moet toch hier wel zijn, of niet? Kom op, is hier iemand? Er is hier gewoon net niet. Er is hier gewoon niemand. Ja, officieel moet ik nu al mijn coördinaten sturen. Oh, de 5 minuten zijn eigenlijk alweer voorbij. Maar we zijn meer op het... Oh, kan je me hier rechts op het land? Dat we daar de coördinaten sturen. Ja, daar is een weg namelijk. Ja, wacht. Iets naar links heb je een soort weg. Ja, top. Stuur ik daar voor mijn coördinaten. Oké, wacht. Ik doe wel hier. Dan heeft hij tenminste door dat ik op een boot zit. We gunnen hem een beetje de kans. Ja, gestuurd? Oh, wacht. Bijna. Zo, ja, ik heb hem gestuurd. Let's go. Bijna bij de haven. We verwarren hem helemaal. Kijk, de haven. Staat hier een auto voor me klaar, of? Ja, nog een klein stukje in de haven, daar staat een auto klaar. Top. We kunnen wel gelijk weer weg hier. Enig is dat ik dan wel een beetje een enige ingang en uitgang heb. Dus ik hoop niet dat hij het plan door heeft. En dat we hem daar tegenkomen. Oké, ik ben weer in de politie Audi, want ik heb geen idee waar ze zijn. Oké, dit is echt een steile heuvel trouwens. Oké. Ik heb echt geen idee waar ze zijn. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon ben gefopt of zo. Misschien waren ze helemaal niet bij de bergen of zo. Ik heb echt geen idee. Ik was daar en ik zag helemaal niemand. Maar goed, we gaan gewoon hier naartoe en we gaan zo snel mogelijk op dit weggetje hier voor ons. En oké, dit is een beetje stijl. De voorkant van de Audi is een beetje kapot. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon doorrijden. Let's go. Sirene is weer aan en op richting de nieuwe coördinaten van Max. Ik ben echt heel erg benieuwd wat die jongen aan het doen is. Ik zie een rode auto, klopt dat? Yes. Top. Oh, dit is mooi. Gooi me maar gewoon naast, joh. Dan ren ik snel. Yes, stop! Hey, succes, man. Yes, dankjewel. Dankjewel. Hoppakee, joe. Oké, jongens. We hebben maar heel eventjes in de tijd. Want hij heeft 100% door dat ik weer terug naar de stad ga. Ik had de tijd helemaal gemiscalculeerd met het feit dat we halverwege al mijn locatie moesten sturen. Yo. Yes, let's go. Top, weg hier gelijk. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna bij de coördinaten. Ik heb echt geen idee wat die van plan is. Maar dat zeg ik ook al de hele tijd. Oh, ik moet hier naar rechts. Oh, snel. Oh, oké. Ja, het lukt hem nog maar net. Oké, vanaf hier is mijn plan eigenlijk weg. En is het gewoon een beetje free roam. Ik wil richting het politiebureau, want dat is de laatste plek waar hij verwacht dat ik heen ga.
Ja, richting het politiebureau zelf in. Je hebt wel een mooie gewoon... opvallende kleur gekozen met je auto. Ja, ja, ja. Dus gewoon terug naar HB? Of... Ja, terug naar HB. Dat gaat hij denk ik niet verwachten. Maar waarom zou ik terug naar het HB gaan? Oké, okay, is dit niet de haven of zo? Is dit niet een klein haventje of zo? Ik heb echt geen idee. Laten we hier naar links gaan. En als het goed is, moet het hier ergens in de buurt zijn. Ik ben echt heel benieuwd of ik hem kan pakken. Ik ben echt heel erg benieuwd. We zijn er bijna, maar ik heb echt geen idee of dit het wel is. Of is dit het überhaupt wel? Ik zie hier helemaal niemand. Ik zie hier gewoon helemaal niemand. Wat? Ik zie hier gewoon letterlijk niemand. Echt gewoon niemand. Ik heb echt geen idee waar ze zijn. Dit zijn de coördinaten. Het is alsof ik ze gewoon niet zie. Of zitten ze hier onder de grot of zo te verstoppen? Nee, ook niet. Wat? Volgens mij klopt daar helemaal niks van dit ding. Waar rijden we daarheen? Yes, en vanaf daar moet ik even kijken, want ik kan maar 5 minuten bij jou blijven. En ik heb helemaal niks meer geregeld verder. Het is, hier stopt het. Kan jij voor mij een nieuwe lift regelen? Ja. Die bij het HB komt. Dan wil ik wachten tot ik mijn coördinaten kan sturen. Ga ik op het HB de coördinaten sturen. Yes. Want dan wil ik ook dat jij blijft staan. Op het moment dat hij komt, rij jij volledig weg. Ja. En dan blijf ik daar gewoon bij het HB. Dus dan gaat hij waarschijnlijk achter jou aan. Yeah. Top. Ja, als het goed is, komt er iemand aan. Kijk, daar rijdt een auto. Oké, okay, kom. Dan ga ik hier in het bosje zitten. Op het moment dat hij hier aankomt, wil ik dat jij volledig wegrijdt. Samen, en dan komt hij vanuit een hoekie aankomen rijden. Misschien vanaf daar. Het is een beetje een ingewikkeld plan, jongens. Oké, wacht. Ik ga in het bosje zitten. Jij blijft staan. Jij gaat ergens wegrijden, gewoon nu alvast. Op het moment dat de politie aankomt, dat hij er zo meteen hier is, dan rij jij volledig weg. Heb je kans dat hij achter jou aangaat. En dan kom jij vanuit de hoek, kom jij hier om mij op te halen, dan gaan we een andere auto rijden weg. We gaan het proberen, ik ga de gok maken. Oké, top. Dan ga ik hier in het bosje zitten. Alright, mijn coördinaten zijn gestuurd. Ik ben zo benieuwd of dit gaat werken. Oké, de nieuwe coördinaten zijn in de stad. Ik heb echt geen idee wat deze man aan het doen is. Ik heb hem op dit moment nog 0 keer gezien, maar ik heb geen idee. Elke keer als ik bij zijn coördinaten ben, dan zie ik hem gewoon niet. Maar dat zou toch wel... Ja, dat zou... Ja, remmen. Oh, ja. Ik ben echt heel erg benieuwd wat deze vent aan het doen is. Ga ik hem überhaupt nog kunnen zien? Dat is de vraag ook. Oh, nee. De nieuwe coördinaten zijn bij de stad. Bij de... Daar is hij. Volgens mij... Ja, dat is hem. Oh, ik zie volgens mijn auto. Ik zie een auto. Dat is bij het politiebureau. Dat is hem. Kijk, gaat het werken? Zeg me dat dit werkt. Oh, ja, hij rijdt door. Ik zie hier een rode auto. Zou die hierin zitten of niet? Zou die hierin zitten? Ja, hij zit daar sowieso in. Hij rijdt door. Oké, dit is mooi. Wat goed. Oh, het werkt. Ja, het werkt ook nog echt. Hij zit daar sowieso in. Sirenes aan. Oké, Max, Walnut zit in de auto voor onze neus. Achtervolging is gestart. Oh, dit is spannend. Oh, dat top dit. We zitten letterlijk in de achtervolging met Walnut hier in deze rode auto voor ons. Oh, dit was oprecht. Ik wist niet dat het ging werken. Ik gok, dat was gewoon een gok. Hij rijdt er ook gewoon blindelings achteraan. Oh, ik ben heel benieuwd of we deze auto kunnen stoppen op een of andere manier of zo. Oké, laat die rode auto nu maar stoppen. Ik wil even dat hij het besef heeft dat hij de verkeerde heeft. Oh nee. Nu moeten we even kijken wie het beste kan gaan rijden. Oh. Of zit hij helemaal niet in? Ik wil even dat hij gewoon zich in de maling voelt genomen, weet je. Hij moet het even doorhebben. Hij is nuts. Hallo? Oh. Zit hier wel iemand in of niet? Mij niet. Ik zie het niet door de getinte ramen. Zit er maar 1 iemand in? Stap eens even uit. Ah nee. Ik zit er alleen in. Ik ben gewoon keihard gepopt. Oké. Ik ga weer terug later. Nee. Alright, heb je enige tips voor me? Want ik weet helemaal niks meer. Nee, ik ben echt keihard gepopt. Nee. Deze Max, jongen, die heeft allemaal gekke dingen geregeld. Oh nee, man. Allemaal goede ideeën zijn op. Gaat u nu in de richting AB? Ik zat iemand op blokverwarring. Kunnen we. Ik heb nog een idee om hem te verwarren. Hoe snel kan jij je omkleden? Zal ik wat oranjes aantrekken? Ja, trek snel wat oranjes als het kan. Sorry. Hij heeft waarschijnlijk mij wel gezien toen ik hier was bij het politiebureau. Oh nee. Dit was wel de eerste keer dat ik überhaupt iemand had gezien. Maar hij was sowieso hier ergens bij het politiebureau. Tenminste, dat denk ik. Oh mijn god, ik schrok me kapot. Ben jij mogelijk een nieuwe lift voor mij? Hij vraagt of ik een nieuwe lift ben. Ja, ik kan hem om... Ja, we staan bij het ziekenhuis. Ik kan hem even meenemen. Hey, ik moet bijna mijn nieuwe locatie sturen. Hij moet bijna locatie... Hey, schiet op. Kom, stap bij mij. Kom. Moet ik bij jou eens stappen? Ja, hij moet even... Wacht tot we de locatie hier sturen. Dan zit ik een nieuwe locatie en stap in, ja? Ja, ik ga zo meteen naar Jus dan. Ja, ik moet mijn locatie sturen. Laat hem maar met zijn gevangenisoutfitje hier staan. Ik moet mijn locatie sturen. Oké, laat me naar links. Laat hem een beetje als prisoner rondrennen. Oké, volgens mij is hij bij het ziekenhuis, maar ik weet het niet zeker. We gaan die kant op. Let's go. Ik heb weer de coördinator. Ik denk dat hij bij het ziekenhuis is, maar daar komen we maar op 1 manier achter. Let's go. Zo snel mogelijk die kant op. En we hebben een snelle auto. Dus als we... Hier, is dit hem? Hier zit hij sowieso in. Ja, ik erdoor. Rijden. Ja, daar zit hij in. Ik hoorde hem praten. Hoe toevallig is dit dat ik hem tegenkwam? Gewoon letterlijk hier. Ik heb niet lang. Ik zit gelukkig nog maar net bij in de auto. Ik zit in de aanrijding, man. Hij zit achter ons aan, man. Nee. Oh, we niet naar links moeten gaan. Dat is mijn fout. Oké. We moeten deze kant op. Oh, nee. Ze gaan nu zo snel mogelijk rijden. Kom op, go. Dit is spannend, man. Ze gaan naar het vliegveld toe. Ze
ga naar het vliegveld toe. Die auto is snel, man, die ze hebben. Oh, oh nee, oh nee, oh nee, nee, nee. Ze hebben me, ze hebben me. Nee, nee. Oh god, oh god. Terug naar het ziekenhuis. We gaan hem verwarren met die skin. Hij moet die outfit klaar hebben staan. Dan verwarren we hem. Gaan we terug naar het ziekenhuis dan. Er is hier een scooter. Er is hier gewoon een scooter. Waarom rijdt er hier een random scooter? Oh nee, stop, stop, stop. Waar gaan ze naartoe? Hier naar links. Blijf wel een beetje rondrijden. Aan, neem inderdaad je tijd. Ja, die andere moet nog zijn outfit aanpassen. Oh, ik hoop dat hij bijna klaar is met die outfit. Ben je klaar? Hier naar links, hier naar links, hier naar links. Hier, hier, hier. Oh, nee, nee. Hier, hier. Hey, waar zijn ze? Waar zijn ze? Huh? Oh, ze rijden daar. Wat de heck? Wat de heck? Ze rijden daar ineens. Ik was ze ineens kwijt. Ik was ze ineens vanuit het niets ineens kwijt. Waar is hij? 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 Nee, 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 dit meen je niet. Ik ben hem kwijt. Ik ben hem gewoon kwijt. Ik zag hem ineens niet meer om de hoek. Shit, nee, dit was mijn kans. En die heb ik gewoon helemaal vergal. Oh, nee. Shit. Oh, dit is echt zo ke... Oh, dit is echt... Ik heb echt geen idee waar ze zijn. Hier rechts misschien bij Blokkenpark, het drukste plekje. Oeh, hier zit hij misschien in. Hier zit hij misschien in. Let's go, we achtervolgen deze auto weer. Ze hebben een of andere zieke Audi. Ze hebben een of andere zieke Audi geregeld. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wow, wow, wajo. Wajo, wajo, wajo. Dat was echt een episch. Dat was episch. Ik ging letterlijk over hun heen. Ik ging letterlijk over hun heen. Wajo, dat heb ik nog nooit gehad in jachtseizoen. Dat ik letterlijk over ze heen ging. Ah, oké, okay, ja, maar... Bij wie kan ik instappen? Bij wie kan ik instappen, jongens? Jullie laten wachten. Maar waar kan ik erin? Dan kon ik ze gewoon letterlijk heel makkelijk blokkeren. Maar ze gingen links. Oh, nee. Ze gaan hier, 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 hier. Hier zit hij. Hij zit hier. Hij redt weg. Hij redt weg. Hij redt weg. Hij redt weg. Ik heb hem in het vizier. Ik heb hem in het vizier. Hij redt hier weg. Hij redt hier weg. Op de scooter. Ja. Oké, okay, let's go. Wacht. Ik moet mijn locaties bij de sturen. Waar moet je dan wel? Ga maar naar BP. Ga maar naar BP. Hij redt letterlijk weg. Pak hem, pak hem, pak hem. Hij redt letterlijk weg. Is een oranje pak hier. Walnut is op de vlucht. Lopend. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij heen? Hier naar beneden? Is hij hier naar beneden? Is hij hier naar beneden? Waar is hij? Nee! Hij is ineens... Is hij een rondje gaan lopen? Is hij een rondje gaan lopen of zo? Is dit hem? Nee, dit is een andere man. Heeft u hem even gezien? Oh nee, dit is gewoon een NPC. Oké. Okay. Waar is hij? Nee, dit is echt shit, man. Ik wil een beetje met de kutten. De scooter dan maar door. Kijk eens zitten. We gaan steegjes pakken, oké? Okay? Ja, oké. Ik heb precies wat je bedoelt. Nee, ik ben hem kwijt. Ik ben hem letterlijk kwijt. Oké, ik ga terug naar mijn auto toe. Ik ga terug naar mijn auto toe. Ik ga terug naar mijn auto toe. Blijf staan. Ja, blijf maar. Ik zie mijn locatie al naar hem. Help me op. We gaan ervoor. Oké, stap in de auto. Waar is hij heen? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Hij is hier sowieso ergens heen, maar de vraag is waar. Oké, locatie is verstuurd. Hij komt sowieso is hier elk moment. Wacht gewoon. We gaan een beetje kunnen closen. Waar in vredesnaam is hij? Hij zit hier in de bosjes of niet? Zit hier in de bosjes? Nee. Hey, die auto beweegt. Zit hij weer in de auto? Nee, dat meen je niet. Zit je weer in de auto? Ja, ik denk... Wat? Kan ik helpen? Kan ik helpen? Oh, no, wat? Kan ik helpen, meneer Dag? Wat? Waar is hij? Waar is hij? Jij bent het helemaal niet. Ja. Oh, mijn god. Waar is hij naartoe? Ja. Ja. Luister. Oh mijn god. Oh mijn god. Hij is gewoon verkleed als hem. Nee. No man. Dit heb ik nog nooit gehad. Hij was verkleed als Max. Nee. Dit is echt kloten. Dit is echt kloten. Ik ga nu vragen man. Hey luister. Hey. Ja? Hoe mag ik je noemen? Ja Max ga joh. Hey luister Max. Ik heb Mats gefixt met oranje outfitjes toch? Ja. Dus waar wil je naartoe gaan? Dat we met z'n allen daar gaan afspreken. Ik denk wel op een goed punt waar het heel verwarrend kan zijn. Waar we allemaal een andere kant op kunnen. Echt gewoon in een steegje of zo. Of in een straatje juist. Kun je misschien Grove Street pakken ofzo? Ja, doe maar Grove Street. Hij is bij mij, doe maar Grove Street. Hey boys, gaan we met z'n allen naar Grove Street. Ga met z'n allen naar Grove Street met outfitje. Grove Street. Dan gaan we met z'n allen... Ja, daar is hij! Daar is hij! Hij zit niet door! Hij rijdt zo langs ons joh! Hij rijdt wel langs ons! Oké, rij richting... Laat hun allemaal richting Grove Street gaan en dan lokken we hem erheen. Dan lokken we hem richting Grove Street. Waar is hij heen dan? Zit hij hierin? Ik zie hier een Tesla. Ik zie hier een Tesla. Ik zie hier nog een auto, maar ik zie hier niemand in zitten. En hier zie ik ook niemand in zitten. Oh, hier zie ik nog een auto. Daar zie ik een auto. Dit is hem sowieso. Dit moet hem zijn, toch? Moet je zeggen, ze hebben allemaal dezelfde auto. Dit is echt gek, man. Deze jachtseizoen. Ik ben helemaal in de war. Ik ben helemaal in de war. Maar we gaan hem achtervolgen. Ik geloof dat dit hem dan is. Kom op. Dit moet hem zijn dan, toch? Dit moet gewoon Max zijn. We zitten weer in achtervolging. Dit is zo spannend. Oh, 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 oh. Net niet een lantaarnpaal. Oké. Okay. Oh, huh? Daar zie ik ook iemand. Oh, dit... Dat is hem. Dat is hem. Wat? Nee. Dat was gewoon... Die auto was weer de verkeerde. Hey, boy. Oké, let's go. Let's go. Pak steegjes. Stap net ons aanrijdt. Dit is hem. Dit is hem. Hoppakee. Oh, dit is hem. Oh, wat een... wat een poppenkast is dit, zeg, jongen. Oh, nee, hij zit op die scooter. Pak dingetjes die jij niet kan pakken. Ik weet nu wel zeker dat hij hierop zit, want ik hoor zijn stem letterlijk. Oké, okay, ik ga proberen te blokkeren. Oh, hij gaat afsnijden. Pas op. Door. Neem een sprongetje, anders gaat hij ons afsnijden. Oeh! Ja. Oh, nee! Oh. Ah, oké, naar de plek. Ik heb hem net niet. Oké, ik ga hem weer proberen te blokkeren. Ah, ik denk Shen te zijn, toch?
Kijk, hij komt straks. Hij komt sowieso via links hier weer. Ja, daar heb je hem. Boys, ik ga nu naar Grove Street. Oh, daar is hij. Oké, let's go. Richting Grove Street. Daar is hij. Hier is hij. Ze gaat dus. Oké, ik ga door de wasstraat. Ik ga ze proberen te blokkeren. Oh, hij neemt de wasstraat. Wat doet hij? Hey, is je auto vies of zo? Oh. Ja, man, mijn auto is vies. Wie hebben jullie allemaal geregeld, man? Ja, dit is nog niet alles, hè? Hey. Oké. Hey, boys, kom eraan bij via. We zijn er bijna. Ik moet ze op een of andere. Ik kan ze natuurlijk ook van aftikken, maar ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Oh, wat is die scooter traag? Ja, man, maar hè, toch? Oké, okay, staan ze klaar? Ja, maar wij hebben die kuthelm op. We hebben wel die helm op, maar het komt goed. Oké, ze zijn hier bij het tankstation. Oh, ik moet echt niet crashen in die tankstation, want dan ga ik dood. Oké, ik moet ze op een of andere manier kunnen blokkeren of zo. Ik moet ze op een of andere manier kunnen blokkeren. Ik moet hem inboxen. Oh, pas op, voorzichtig. Laat je niet inboxen. Ja, kom. Hey, kom. Wat, we staan hier ook allemaal auto's? Oh, huh? Wat de heck? Iedereen is verkleed. Nee, aan de kant. Iedereen is verkleed, ons hem. Rennen, jongens. Rennen. Ze zijn allemaal verkleed, dat is in top. Waarom kan ik hier niet overheen? Oké. Oh, ik val op de platter. Dit is zo top. Oh, dit is een goede ontsnapping. En nu rennen, jongens. En nu ga ik hier weg. Weg hier. Gewoon rennen. Nee. Jullie zijn... Oh, mijn god. Hij gaat daar. Ik hoor zijn stem. Hier is hij. Pak hem. Ik weet dat jij het bent. Ja, ik ben erachter gekomen. Ik kan vier rennen. Go. Okay. Hoppakee. Echt waar, jongen. Ik moet hem nu pakken. Is er... Oh. Nee. Laat me met rust. Ja, nee. Dit is allemaal onschuldig. Oh, dit is kloot. Dit is waardeloos. Instappen. Oh, mijn god. Waar klim ik? Nee. Ik ga rennen. Ja. Oh. Ja. Nee. Ja. Oh. Nee. Het was zo dichtbij. Nee. Dit was echt sick. Oh, holy shit. Ik was zo dichtbij. Kijk, ik heb een wat voor personen hier allemaal voor mijn neus staan. Iedereen is goed verkleed als jou. Oh. Hopelijk hebben jullie genoten van de video. Vergeet zeker niet even te abonneren op dit YouTube kanaal. Vergeet zeker niet om het blauw duimpje omhoog te knallen.